Ja. Er zit er wel nog één aan. Ja, oh nee. Oeh, oh. Oh. Oh, ik heb een Rodrigo. Kijk. Ja, ik ben blij mee gaan. Ja, je bent er drie. Ik heb er drie. Hij is ook sterk. Ja, we sterk, hè. Hoppa. Hier ben ik blij mee. Hey. Hier ben ik blij mee. Hele goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Echt vet dat jullie er weer zijn. Vandaag zijn we weer met een nieuwe visvideo. En deze gaat weer dik worden. Ik heb er gewoon weer zin in, jongens. Het is zondag, mijn vaste visdag. En we gaan er weer eens lekker op pad. En we gaan op pad met een speciale gast. Een paar weken terug werd ik benaderd door Dutch Performante. Velen van jullie kennen hem al. Een jonge ondernemer, super succesvol ondernemer. En hij heeft vroeger best wel veel gevist. En het blijkt dus dat zijn zoontje mijn visvideo's kijkt. En hij vroeg mij, van, kunnen wij niet een dagje met je mee vissen? Nou, ik zei, natuurlijk kan dat. We gaan het gewoon even regelen. Dus vandaag is het zover. Ik heb gisteren allemaal hele mooie spullen voor ze gekocht. Mooie spinengels om mee te kunnen snoeken. Baarzen, snoekbaarzen, zeebaarzen, makrelen, noem maar op. Gewoon lekker allround hengeltjes. Zal je straks ook even laten zien wat ik precies heb gekocht. En ik ga ze natuurlijk verrassen met deze mooie spullen. En met deze mooie spullen gaan wij vandaag lekker op zee vissen. Met als hoofddoel soort makreel. Die is meestal niet zo moeilijk te vangen als ze in grote groepen zitten. Dus ga het gewoon even proberen. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt lekker weer. Klein beetje wind, maar dat maakt niet zoveel uit. 20 graden. Dus ik zie jullie zo aan de waterkant. Ik werd net gebeld door Shahid. Hij heeft zich een uurtje vergist. Dus hij is er pas om 9 uur. Maakt niet uit. En dan denk ik dat ik nu hier even een stekje ga bevissen. Ik denk dat dat het slimste is. Want ik ga natuurlijk niet nu 45 minuten wachten. Lul. Nou ja, iedereen kan zich een keertje vergissen toch. Maakt ook niet uit. Kan gebeuren. Oké, het plan is. Ik ga even gewoon een half uur, drie kwartier vissen. Ik heb een mooi stekje hier zo vlak bij de parkeerplaats. Ik ga even wachten op Shahid. Die komt zo aan, die belt mij als hij er is. En dan gaan we naar de pier toe. En we vissen dan voornamelijk op makreel. Die zit toch niet echt tijdsgebonden. Ja, we zien het wel. We gaan eerst wel vis vangen. Het is lekker weer, jongens. Perfect. Perfect dagje. Kijk eens wie we daar hebben! Topper! Morgen! Hoe is het? Ja, goed. Check. Top, top. Hey man, alles goed? Ja. Ja? Heb je er zin in? Gaan we lekker vissen? Ja. Mooi. Deze man heeft gewoon een kwartier geslapen. Oh, ik kan wel huilen. Nee. We gaan even spulletjes pakken. Ik heb een cadeautje voor jullie. Oh, ik ben benieuwd. Oké, het is natuurlijk niet echt een cadeautje, maar het is wel een verrassing. Want jawel, ik, ik ben benieuwd wat je hebt gekocht. Ja, het is goed. Oké. Nou, het is iets wat hierin ligt. Kijk. Hengels. Oh. Dat is wel leuk, dat zeg maar iemand anders voor je winkelt. Ja, dat is fijn. Ja. Ja, hij winkelt nooit. Dat is wel een dik hengeltje, man. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb mooie spulletjes gekocht. Ik had gisteren een selectie gemaakt van een aantal hengels. Ook voor hem. En toen heb ik een 11-jarige jongen laten kiezen welke hij het fijnst vond. En dat is deze geworden. Oh ja, serieus? Ja. Dit is wel een dikke hengel hoor. Kijk dan naar Gio. Deze van jou. Nou, weegt helemaal niks. Nee, ik wou zeggen. En jij hebt ook een heel mooi hengeltje. Net even langer. Ik dacht voor hem even een iets korter stokkie. Ja. Kijk, top, top, top. Oh, dat is fijn. Hier gaan we straks de dikke makrelen vangen. Joh. Ja, en misschien zeebaars. Snoekbaars kun je ermee vangen. Je kan ook wel snoekie mee vangen. En zeemerminnen, denk je dat dat lukt? Zeemerminnen lukt zeker. Maar er wordt natuurlijk ook nog een moletje bij. Ik had deze voor jou. Ja, oh, wacht. Ik zet hem even tegen jou auto. Er zit ook wel een prijskaartje aan. Het zijn gewoon goede, goed spul is het. Woe! Oh. Top. Dat is mooi. Mooi kleurtje. Ja, je kan een beetje bij de je kan, hem gewoon opslingeren. Ja. Andere kant op. Kijk.
soepeltjes. Soepeltjes. En dan hou hem heel veel vast. Ja. En dan draai maar even goed, zodat hij... Ja, zo. Hand vast erop. Maar dit draait, jongen. Top, soepeltjes, joh. Hey, ja. Top. Hier ben ik blij mee, man. De Lamborghini onder de molens. Ja, of niet? Kijk, mooi, man. Top. Voelt dat goed? Hé, hey, maar je hebt hem wel snel om elkaar. Je hebt hem zeker wel eens gevist, of niet? Ja. Ja? Bijna elke dag, volgens mij. Lekker, hè? Ah, dit is een professionele hengel. Dit is wel een hengel waar ik jaloers op ben, hoor. Heel zuinig mee aan. Ja, daar moet je echt zuinig mee zijn. En ik heb een mooi boxje voor je. Oh ja. Met wat aasjes erin. Oh, even kijken. Wat is het? Het is een klein doosje, hoor, maar ik dacht... Top. En waar vis je mee met... Je kan je snoek... Nee, dat heb ik bij me. Dat is iets anders. Okay. Dit is voor snoek en snoekbaars. En die zijn ook voor snoek. Top. Dus ik zal deze straks even klaarmaken. Maar je hebt in ieder geval wat spul om, om lekker mee te vissen. Top. Blij mee, man. Mooi. Echt blij mee. Mooi, mooi, mooi. Super. Goed. Ja, het is tijd om... Hij is blij. Ja. Dat is mooi. We gaan onze spullen klaarmaken en dan gaan we lekker vissen. Ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in. Ik ook. 100%. Heb je wel eens mijn keel gevangen vanaf de kant? Niet vanaf de kant, wel vanaf de boot. Dat is gewoon... Ja. Ik heb brrrr. Drie tegelijk. Ja, dat is echt top. Is ja, top. Vet, man. Ja. Hey, maar je hebt vroeger wel vaker gevist, hè? Ja. Nou, leuk. Ja. Leuk. Nu weinig tijd. Ja, nu weinig tijd. Tenminste, je maakt er geen tijd voor, zeg maar. Nee, snap ik. Dit is een mooi moment. Lekker. Maar. Nou, jongen. Moet ik je even helpen? Ja. Vissen vangen, jongen. Top. We hadden gewoon een fileermes en sojasaus mee kunnen nemen. Oh, ik kon het gelijk opeten. Ja. Nou, verser kan niet. Is wel lekker hoor, makreel. Ja, maar ook makreel gewoon, sashimi, maar dan moet je toch bakken. Ja. Nee, je kan ook gewoon sashimi van echt? Bakken. Ja, het is echt goed. Vooral horsmakreel, dat is echt, daar vreet je vingers bij op. Dat hebben we nog niet gegeten. Tenminste, nee. dat ik het weet, zeg maar. Misschien heb ik het wel een keer op een soetje gekregen, maar niet zomaar besteld, zeg maar. Rauwe, nee, rauwe makreel, zeg maar. Nou, horsmakreel is echt ook heel goed hoor. Ja? Ja. Oh. En Japans in Japans makreel is een saba. Saba, saba, saba. Ja. Yeah! Vier runnen. Gaan we hier starten? Bas, waar gaan we beginnen? Ja. Jij moet vertellen, hè? Ga maar die hengel maar even. Lekker. Top! Lekker hoor! Lekker, lekker. Lunch erbij. Top! Super. Is dat een beetje uit de wind ook hier ook? Ja, oh, een beetje. Kan hier wel een klein beetje naar vis ruiken. Oh joh, hij gaat al beginnen. Ja, heb je geen uitleg nodig? Jawel. Ja, zal ik het even uitleggen? Het is op zich niet zo'n moeilijke visserij. Oh, 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 camera gevallen. Hij is los. Oké, okay, wat je straks gaat doen. Ik heb hem helemaal aan. We gaan hem zo ver mogelijk ingooien. Je gooit hem in. Zo ver als je kan. Hoppa. Dan. Laat hem gewoon een paar seconden zinken. Zo. Dat is lang genoeg. En dan ga je gewoon draaien. Dat is wel heel goed. Draai. Even stop. Draai. Even stop. Draai. Even stop. Oh, ik wil ook beugel open doen. Oh joh. Hij ging gewoon dicht. Ja. En als je vlak bij de kant bent, dan is het belangrijk dat je goed uitkijkt dat je niet in die blokken vast komt te zitten. Wat je wel altijd even moet doen, misschien net iets verder. Iets verder, ja, dan ben je goed, ja. Zal ik hem even losmaken? Ja. Daniel. Gewoon. Oeh. Oeh. Ik heb het nu al voor elkaar. Oh joh, wat een krap aan. Ja, zag hem. Serieus? Ja. Zo'n krap wat eraan. Hoe dan? Wat? Krap, die dacht echt van wat is dit nou? Lekker hapje. Oké. Nou. Top. Heb je vis? En als je er bijna bent, de toppie omhoog. Moet je tikken. Ja, dan draai hem zo binnen. Je bent er bijna. Voor het kantje niet te langzaam draaien. Zo, toppie omhoog. Je hebt een zeester gevangen. Ja, ja, je hebt een zeester gevangen. Moet je kijken. Je hebt Patrick gevangen. Hier, kom maar. Ja. Oké, ik ga spoorsbal vangen. Kijk dan. Hè? Huh? Dat is een zeester. Hoe dan? Zal ik hem eraf halen voor je? Ja. Kijk dan, een zeester. Vind je hem mooi? Ja. Lachen, man. Je mag hem teruggooien als je wil. Hoppa. Nice. Goed bezig. Ja. Oké, nou. Kijk dan, jongen, kan gooien. Zo joh, wat gooi je ver, man. Heel veel geoefend, hè?
Hij gooit verder dan jij. Heb je er één? Ja, je hebt er één, je hebt er één. Ja! Lekker! Had je been? Zit hij nog aan? Nou, draaien. Meen je? Ja. Er zit een vis aan. Lekker, man! Ja! Ja! Oude makrelen vangen. Zo, hij is sterk, hè? Zo dan! Nou, op zijn tweede worp heb je... Hoppa, daar komt ie! Ja joh! Yes! Zo dan! Hé hey, maat, heb je nou op je tweede worp al een makreel? Ja. Niet normaal. Vet, hé! Hij is ook sterk. Ja, maar sterk, hè? Hé, hey, die zoon van jou, die kan vissen, jongen. Niet normaal, hij heeft ons er al uitgevist. Ja. Laat zien, Gio. Gio, kijk eens. Ja, leuk, man. Lachen, man. Op je tweede worp, gast. Ja. Knap, hoor. Zonder de buurman brengen? Ja. Wij hebben eigenlijk niet de juiste spullen bij ons om die makrelen goed te houden. Je moet een tas met een koelelementje bij hebben. Dus we gaan de makreel aan de buurman geven. Ga me vragen of hij hem wil. Oh, freerunner. Zeg maar meneer. Willen jullie deze hebben? Ja? In de zak? Hier, geef maar aan die meneer. Die komt er wel een pakken van jou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, man. Hey, boksen, ouwe. Hoppa, hier. Kom deze. Spring. Hoppa. Lekker. Niet normaal. Tweede worp. Een makreel. Oh ja. Altijd prijs voor Gio. Heb je er een? Ja, lekker. Gast, heb je er een? Ja. Meen je niet? Ja, super. Oh. Lekker gast! Lekker! Kijk joh! Hoppa! Hier ben ik blij mee! Hey! Hier ben ik blij mee! Lekker man! Hey! Hier ben ik echt blij mee! Dit gaat zo goed! Dit gaat zo goed! Zul ik die hengel even pakken? Of gaat het wel? Oké, hou hem eens een beetje omhoog. Beetje knap. Zo ja! Oh. Ja, geef hem maar aan de buren. Geef hem maar aan de buren. Die willen hem wel graag. Oh. Lekker man. Of als je niet uitkijkt, dan snij je het vreet uit je tas. Ja, niet normaal. Dat gaat meer hoor. Ja. Die krap. Hoe dan? Ja, heel bizar. Ja, vis. Ja, vis. Ja. Ja, ik heb een vis. Ik heb een vis. Oh, ik heb er meer. Ik heb er meer dan één. Ja. Ja, ik heb er wel drie, denk ik. Ja. Hoho, snel gooien, jongens. Ze zitten er. Hij heeft er ook gewoon weer drie, hè. Gooien. Je moet gooien. Het lijkt mij toch dat dit er wel twee zijn. Ja. Oh ja, daar komen ze. De makrelen. Hoppa. Hij moet er gewoon. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oh, het is groot. Hop. De makrelen. Lekker. Top. Hey jongens. Makreeltje. Jongens, dit gaat lekker. We hebben al 4 vissen en 2 Patricks. Patrick de Zeester. Helemaal top. Vind het mooi, gast? Helemaal top. Ja, ik ga er echt zometeen 3 in één keer vangen. 3, ja? Ik hoop het. Ik zit te denken, als we straks naar die andere plek gaan. Ja. Zeg maar, als we aan het eind van de dag wat makrelen vangen, heb ik nog een mooi plastic zak. Dan kan je er wel een paar meenemen. Ja. Maar het is wel nu. Kijk, als we die makrelen nu, dan is het 20 graden en dan
Liggen ze een beetje te broeien? Ja, dat is ook niet lekker. Ze moeten vers blijven, hè? Ze moeten vers blijven. Ja. Maar gaat goed, man. Ja, top. Ik ben blij. We zijn echt net aan het vissen. We hebben allemaal een vis. Helemaal blij mee. Helemaal lekker. Blij. We gaan naar huis. Nee. Wow. Hij ging geleden bij, hoor. Dat was goede content geweest, man. Je gooit wel ver, man. Je gooit goed. Ja, man. Je kan echt zien dat je vroeger veel gevist hebt. Ja, ben prof. Ja. Nee, goed. Super nice. Dank je. Hey. Heb je er één? Ja, jongens! Wacht eventjes wat jij zei. Ja, even rustig, even rustig. Drie tegelijk. Dan voel je het waarschijnlijk zwaarder worden misschien. Ik heb hem! Ik heb hem! Vergooien! Gooi! Draai, vergooi! Wat zal het zijn? Een zeemeermin, een zeemeerman. Zeemeerzin. Zeemeerzin. Oh ja, nog een! Ja, ja, ja! Ja! Ja. Ah, kut. Eentje eraf. Ja. Er zit er wel nog één aan. Ja. Oh nee. Oh. Oeh. Oh, ik heb er ook drie. Kijk. Ja, ik ben blij mee gaan. Ja, je bent er drie. Ik heb er drie. Ja, ik zei het toch. Oh, ik had schep. Ik had schep en pak. Dit is gaal. Ja. Hé, hey, twee. Eentje is eraf. Oh, eentje is eraf. Nee. Het is helemaal door de war gegaan. Je kan ook zien dat er nog één extra aan zat. Oh, alles is door de war. Nu ben ik echt niet blij. Nou, en zijn er nog steeds twee, man. Ja, top. Super dik. Top. Dat is wel een mooi maatje. Ja, het is een mooi maatje, dit. Nou. Hey. Lekker, man. Ja, hey. Top. Blij mee. Oh. Mijn schep. Hij gaat goed, gaat goed. Zoveel chaos. Geef mij die hengel maar even. Ik denk dat jij... Ik heb er gewoon twee. Ja. Je had er drie, hè? Ja, je zag er drie boven komen. Ja, dat vond ik echt jammer. Echt jammer. Kijk, stek een pezer. Er staat nog steeds 3-2 voor mij. Stek een pezer. Gooi maar, jongen. Gooi. Mag ik mee gooien van jou, heel ver? Ja. Kom maar, dan... Hoeveel wil je er? Dan weet ik een beetje waar ik moet mikken. Hoeveel wil je er? Veel. Drie. Ja. Daar zitten er drie. Oh ja. Daar zitten er zeker drie. Ja, 100%. 100%. Ik heb ook van. Dit loopje die eraan zit, die zinkt sneller. 1 minute 37 seconds later. Heb je er weer één? Ja, zeker. Natuurlijk, jongen. Hey. Ik hoop dat er nog. Ik heb weer een man. Ik hoop dat er nog één aankomt. Ja, er zit er een keer eentje. Twee gewoon. Ja, oh, drie. Oh, wow, zag hem gaan. Hij sprong. Zo. Huh? Wat een raar beest. Het is Flipper. Huh? Wat heeft hij gedaan? Oh, hij zit op zijn staart. Hij heeft er een puinhoop van gemaakt. Alweer. Oh. Ja, daar is Flipper. Flipper. Ik ben hier met Shahid en wij zijn helemaal knetter. Oh, hardcore terror. Oh. Dit is mooi, hè? Ja, top. Uitgespeeld. Kijken. Mag terug. Netjes, je kan hem al netjes onderhands worpje zo. Tjoep. Lekker, man. Top. Blij mee. Oh, sorry. Gaat het lukken? Hoppa. Kijk. Oh, soepeltjes hoor, hé. Ja, lekker. Dat is nog soepel. We hebben van die steen naar de kant gespoeld. Dat is nog makkelijker. Hij is slim, hè? Ja, jongen. Slimme gast. Leuk, man. Je hebt al mooie dingen gevangen, hè? Ja. Wat heb je nu gevangen? Twee steens, twee staars. Ja. En een makreel. AV. Die had je nog nooit gevangen, toch? Allebei niet. Nee. Nice. En wat gaan we straks vangen? Oké, jongens, we zijn op een... wacht, er zit een vlek op. We zijn op een geheime plek. Shahid, wacht! En een verloren makreel. Bassie en Adriaan en een verloren makreel. We zijn op een nieuw plek in het sluizengebied van Wijk aan Zee. En we gaan naar de minst geheime plek van Nederland. Maar hier zitten wel altijd veel vinten, veel makrelen. En wij willen gewoon vandaag, vinten willen we vangen. We willen gewoon vooral vandaag gewoon veel vis vangen. En dat gaan wij hier doen. Ik ben net even naar het eilandje gereden, heb gekeken waar de mensen stonden. Ik zag wat mensen staan. Ik zag drie mensen met een kromme hengel. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Hey, ga je er vandoor? Hey, wacht! Shahid, die stek is hier. Hier zie je dus die warm water uitlaat. En dat zie je ook helemaal doorborrelen.
En hier ziet die stroomnaad. Ja, de vissers hier, ja. Die vogel zweeft ja. Er ook al boven. Ja, die en daar gaat vissen. Waar gaan vissen van? Ja, gaan vissen van. Waar gaan vissen van? En mee? Kijk uit dat je niet valt. Heb je er één? Eerste worp? Ja. Heb je? Ja, heel goed. Weet je zeker? Nee. Is hij er af? Nee. Hé? Je hebt helemaal geen vis, joh. Hé? Hé? Heb je nou? Helemaal kut. Hé, maar het waait hier wel een beetje. Je hebt een hak in, Nick. Moet hem losmaken. Ja, als je kan. Ja. Dam en damper, joh. Moet uitkijken, jij. Gaat het? Hak in, Nick. Ja, zeepaling. Hey jongens, je moet er wel een beetje uitkijken hè, met elkaar. Ja, met mezelf. Hey, dat is makkelijk. Hey, dus kijk, wat heb je voor moois? Mooi makreel. Pap, op jij in zijn kruis zetten. Gaaf, hé. Moet hem wel snel terug doen, want anders dan doet hij het niet meer. Goed bezig. Oké, jongens, we hebben ze weer gevonden. We vangen weer vis. Top. Oké, we zijn even van plekje gewisseld. En Gio die haakt net een super grote vint. Helaas gaat hij de voorkant af, dus ik kan hem niet laten zien. Maar ik denk dat we iets gevonden hebben. Ik denk dat we hier wel even een dikke vis gaan vangen. Kop. Hoppa. Kijk ze gooien. Ze willen het elke dag doen, man. Snap je? Ik doe het ook. Ja, oké. Ja? Heb je er één? Gio, ga je vader helpen. Ga mee, Engel. Ga me helpen. Rennen. Nee. Rennen. Is hij eraf? Nee. 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 Niet. Hij is helemaal naar je toe gezwommen. Wow. Vind. Ja. Hier. We hebben hem. Lekker. Hier, hou jij het net vast. Ik kom. Pak het net. Met je handen. Zo ja. Mag ik het haakje eruit halen? Hij is al los. Helemaal top. Hier gaan we even een mooie foto van maken. Moet ik een mooie kleurpof of niet? Helemaal paars ook, hè? Ja. Zo, moeten jullie eens even goed kijken. Je moet even je handen een beetje vochtig maken, anders zitten die schubben straks helemaal op je handen. Maak je handen maar vochtig op het net. Hier. Raak het net even goed aan. Zo. Lekker man! Lekker! Dikke vis! Hoppa! Hij is best wel wiebelig, die vis. Ja. Dus je moet er even op letten dat hij niet uit je handen valt tussen de stenen. Hij is glibberig. Lekker maatje! Heb een mond schijten! Lekker hoor! Nou, pak hem even stevig vast. Holy shit! Nou, laat hem gauw terugzetten. Ik heb wel mooie foto's. Zie je dat? Hij laat zijn schubjes een beetje los, hè? Rare vissen zijn er. Top, man. Hé, hey, lekker, man. Mooi visje, hoor. Ja, het is echt mooi. Het is eigenlijk gewoon een hele grote haring, dit. Ja? Hé, hey, maar dit is vet, of niet? Ja, echt top. Blij mee. Hoor. Lekker, we hebben dikke vis gevangen, jongens. En daar gaat hij. Super, blij man. Mee? Ja, top. Helemaal blij. Oké, Gio. We gaan even iets leuks doen. Durf jij? Maar durft hij, denk je, een krab te pakken? Oeh. Zou je dat durven? Of niet? Nee? Nee, ja, ik weet niet. Nee. Ik durf het wel. Ik eet ze liever. Je eet ze liever op? Ja. Zal ik je laten zien waar die krabben zitten? Ja, ik wil hem pakken. Ja, wil je hem pakken? Ja, oké, ik ga het je laten zien. Kom naast staan. Ik moet wel snel zijn, dus kruipen wel weg.
Oké, ben je klaar voor? Ja. Oh! Mooi! Wacht, voor moet ik even een losse steen vinden. Die zit onder die losse stenen. Deze mocht ik trekken. Ja, daar ging ze. Oh. Ik moet heel snel zijn. Oké, ik tel hem weg. En dan pak jij de krabben die eronder zitten, ja? 3, 2, 1. Pak hem! Pak hem! Pak hem! Zo stink ook. Ja, dat is die blubber. Hey. Maar ik denk dat die oesters ook zo smaken naar dit wat je ruikt. Zo. Een beetje krap bij kast vandaag. Ik bijna kak. Een krap bij kast. Oh! Neemt hij? Oh, ja. Bijna! Sorry, kijk hoe je heen. Bijna, Ekkie. Wow! Durft hij ook te knijpen? Kijk dan. Baas. Knijpt hij? Mooi, hè? Ja, ik knijp je zeker. Zal ik laten pijn? Zien? Zal ik laten zien? Ja. Het doet wel zeer, ja. Ja? Ja. Auw! Oh. Nee, doet geen zin, hoor. Nou, kom eens met je vinger. Nee. Ik heb helemaal geen. Auw! Ja, die vinger doet het meest pijn. Er zit weinig in. Auw! Auw! Zwem. Zwemkrap. Ja, dat is weg. Hé, hey, maar Maarten, zullen we hier even een visie vangen? Jazeker, we gaan voor de grote. Oké. Dit is wel even leuk, toch? Ja, zeker. Ja. Ik vond het top. Het is niet normaal hoeveel krabben eronder zitten. Duizenden. Bizar. Elke steen zit er op een krabben. Dat is toch apart. Ja, lachen, hè. Zoveel voedsel in dit gebied. En die kingkrabs, die zitten verder. En die zitten, op de Beringzee. Even een update. Het is nu, hoe laat is het? 1:15. Is het al 1:15? Ja. Het is een beetje lunchtijd, denk ik. Ik heb honger. Heb je honger, ja? Ja. Je hebt echt bijna niks gegeten. Nee, helemaal niks. Cookies. Helemaal niks. Oké, jongens. We gaan even lunch fixen. En dan gaan we het zoet op. Met je vishanden, makreelhanden. Je hebt goed gevangen. Ja, ik ruik er 6. Shahid heeft nu 6 vissen. Gio heeft er 1, maar wel 2 zeesterren. Ik heb er nu 2. Ja, hij had ook een... Hij had ook nog vis. Hij heeft er 2. Twee. Dus het gaat best goed. We hebben al 10 vissen met z'n allen. Ja. We gaan denk ik even naar Amsterdam. Ik denk dat we gewoon richting Amsterdam gaan. Leuk. En dan gaan we gewoon even ergens wat eten. Ja. Wat zullen we doen? Wil je een burgertje of zo? Of wil je iets anders? Ik verras me. McDonald's? Nee. Oké, jongens, we gaan even lekker burgertje halen bij de Burger King. Ik heb honger. Poh. Het is ook alweer bijna 2 uur. Tijd snel gaan, man. Zie je nou het gapen? Hè? Wil je die van mij ook doen? Jeetje, er komt ook geen slokje meer bij. Hey Gio, kun je die van mij ook vullen? Hier, kom maar. Druk maar. Welke? Pepsi Max. Daar gaan we weer, ja. Oké, weer tot het randje, ja. Ja, hij kan er wel een beetje bij, toch? Ah, hij kan wel een beetje bij, toch? Oh, een beetje. Zo, eindelijk zitten, gast. Niet normaal. Oh. Hey, maar nou we hier toch zitten. Ja. Nou we hier toch zitten. Ja. Ik heb wat voor jou. Klein cadeautje. Voor het zoete water in Nederland. Heb je een visbos nodig? Die had je nog niet. Top. Naam staat er al. Ik had al op te wachten. Ik denk, wanneer komt hij binnen? Maar... Ja, ik heb er alleen een ander adresje op gezet. Nou, prima. Zodat, als je een boete krijgt, dan. Ja, precies. Nee, maar het is zo dat als mensen nu. Zeg maar, stel je zou hem nu in beeld zien. Dan mensen niet weten waar je adres is. Anders gaan ze natuurlijk bij je aanbellen. Papa, is dit hetzelfde? Ah, dat is slim. Is deze hetzelfde? Niet hierheen gaan, hoor. Niet hierheen gaan. Hier woon ik niet. Nee. In ieder geval kan je nu dus op zoet water vissen. Beter. Super chill. Ja, dankjewel. Top. Respect. Blij mee. Zijn die? Zie je een kip? Eet smakelijk, mannen. Oh, ja. Eet smakelijk. Hey. Hey. Klopt, die kregen die. Ik heb een plekje gezien. Daar. Ik heb hier nog nooit gevist. Nee. Maar mooie water. Zag er zo mooi uit. Ja, ik vond het ook echt mooie water hier. Ja joh. Top. Je had zo'n soort van
Een soort van gemaaltje. Ja, ik zag hem daar al, ja. Ja, zo'n poldergemaal. Je hebt volgens mij helemaal uitlopen, of niet langslopen. Ja, ja, je mag een vissen. Ik heb het net even gecheckt. Beter, man. Zullen we even kijken? Lopen we er even heen? Gaan we eerst heen lopen met hem? Ja, we lopen er even heen. Het is 50 meter lopen. We kijken even hoe het is. Ik denk... Hey, ik hoor een hond. Zo, dikke hommel tegen mijn gezicht dan. Ja, dikke hond tegen... Hond? Hond of hommel? Lekker rustig. Kijk, dit ziet er wel snoekbaarzerig uit. Ja, mooie waterkleur. Dus snoekbaars houdt van donker water. Donker water. Zou ook wel snoekie kunnen liggen hoor, maar... We lopen er even langs, gaan even kijken. Maar ik denk dat wij hier zo meteen even gaan starten. Dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. Hier staan we ook lekker uit de wind. Ja, heerlijk. Lekker zonnetje. Echt top. Ja, hier gaan we vangen. Maar ze zitten diep. Ja, ze zitten op de bodem. Echt waar? Ja. Er zitten allemaal baarzen daar. Oh ja, langs de kant. Ja, ja, zie je ze? Ja, ja. Hier moet je de polaroids opdoen. Zie ze goed. Waar zitten ze? Daar langs het kantje. Je ziet ze zwemmen. Ze zijn zo groot. Niet zo groot. Nee. Tegen die kant aan daar. Hier, daar. Tegen de muur aan. Zie je ze? Ja. Zie je ze? Ja, man. Die gaan we. Hier gaan we vissen, hè? Ja. Wat ook wel vet is, zo'n zinkding dat je zo... Ja, ja, dat gaan we doen. Of niet? Ja? Ja. Dit is top. Ben je er klaar voor? Ik ga precies. Ik ga jullie leren snoekbaarzen. Oh. Ik hoop dat ze het doen, jongen. Ik hoop dat ze er zin in hebben. Ik ben de eerste. Iedereen bang. Ik heb er zin in. Word je weer wakker, hè? Ja, man. Ik heb gelijk weer een beetje... Deze gasten, gewoon om het besef even, kwartier geslapen. Oh, dat is echt erg. Kwartier. Ziet er nog best goed uit, hoor. Hey, hengeltje omhoog. Ja. Toppie. Top. Ja. Hij is streng, hè? Ja, nee, ja. Straks loop je hem naar midden. Zo, zo. Even dat hoekie. Ja, misschien ligt er wel een baars. Ja, snap je? Zal ik het eens even laten zien? Nee, ik ga het eens laten zien. Niet in de... Het is gewoon hier al open, hè? Wauw. Het is bijna geen water zeker. Nee, het is heel ondiep. Nope. Hier, kom hier. Ja! Heb jackpot, je er een? Jackpot. Ah, heb je er een? Jackpot. Ja, lekker. Oeh, dus verkeerd om. Je hebt er een. Je hebt er een? Ja. Een baars? Lekker man. Oh, koe hier. Mag ik even de kamer? Ik weet dat je moet vasthouden. Oh. Vast. Dit is toch top? Kijk eens even wat leuk, lief jullie. Hey. Kijk even blij. Hey, kijk blij, papa. Ja, zo lekker net. Lekker man. Lekker je. Top man. Hey, gast. Top hè. Blij mee. Top man. Hey, gast. Top hè. Blij mee. Ja. Moet je hem hier gooien? Ja, gooi maar. Ja, oeh. Ja, oeh. Ja, dat is planten. Hier, laat Gio voor gooien. Ja, Gio, gooi. Even met dat lichte kopje die jij hebt, is beter, denk ik. Ja? Oh, je had de beugel open moeten laten. Laat hem maar helemaal onder de brug doorlopen. Okay. Zo! Zo! Ja! Ja! Ja, je hebt er een! Lekker man! Je hebt een baars! Lekker! Lekker! Kom maar. Kijk, jij hebt hem echt mooi gepakt, hè? Is je beugel open? Beugel van je hengel open? Beugel van je hengel? Ja, zo. Hebben? Je zit er gewoon te wachten. Moet ik hem even losmaken? Nee, ik wil los. Kijk dan. Heb je er een? Mooi baarsje. Eens kijken. Ah, is mooi. Mooi man. Gooi maar voorzichtig terug, ja? Van hier of ja, maar gooi hier. Een konsje. Goed zo. Ja, je hebt er een. Hoppa. Ja, hij zit aan de ene kant, hij zit met twee haakjes vast. Hé, dat gaat goed. Moet je kijken wat een schattige baarsjes we vangen. Ja, ik heb er één. Ah, met die van Gio? Ja. Hij kotst zijn baars uit. Moet je kijken. Hoe dan? Moet je kijken, deze baars kotst een baars uit. Leeft die andere baars nog? Nee, hij is dood. Hoe dan? Oh. Hij is goed enthousiast, hè? Ja, top. Hey, Gio rent weer terug naar de brug. We moeten nog even snel een baars vangen. We gaan ermee ophouden. Het is eind van de middag. Maar we hebben wel veel gevangen. We hebben goed gevangen, we hebben een lekker dag hier gehad. Echt, makrelen, vinten, baarzen. Ja, wacht. Oh. Kijk. Ja, ja, is nog een misschien even één worp tegen het brugje aan. Even één worpje. Ik had hem al... Ik had hem al je had hem al uitgegooid? Ja, hier ook. Oh. Ja, niet voor jullie natuurlijk, hè? Precies, laat hem nog even zakken naar de bodem. Ah, tik. Zou mooi zijn, hè? Ja.
Zou het gebeuren? Zou het nou gebeuren? Zou het nou toch, hè? In één keer? Spanning is te snijden. Nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Kom, groot vriend. Volgende keer weer. Bam. Ik heb een blije man hier. Ja, zeker, zeker. Vond mooi, hè? Echt leuk. Ik heb echt genoten en we gaan snel weer snoeken, karperen, wat dan ook. Alles wat hapt. En mijn karper, ik heb nog nooit een karper gevangen. Nee? Nee, nog nooit. Nou, dan gaan we die volgende keer vangen. Ja. En ik wil jou ook wel een keer in een bellyboot stoppen. Ja, dat vind ik ook, dat vind ik vet. Met flippers, ja. Een elektrische motor. Ja. Ja? Zullen we dat nu doen? Nee. Gaan we nee, sorry doen. Jongen, ik ben nu kapot. Ik hoop dat jullie genoten hebben. In ja, ieder geval. Maar ik denk het wel. Jawel. Jongens, het is toch gewoon een topdagje dit? Gewoon super. Kijk, komt onze grote vriend. Ga je mee? Nee. 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 Pam, 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 pam. Gio, kom er nog even kom, bij, jongen. Kom er even bij. Nou, jongen. Ik heb echt een superleuke dag gehad met deze gasten. Thanks voor de leuke dag. Zeker, maat. Jij ook? Ga zeker vaker nog vissen. Absoluut. En ben je blij met je eerste baars en je eerste makreel en je eerste vind? Dit is top, hè? En met je nieuwe hengel? Ja. Nice. Ik heb ook nog nooit een vind gevangen. Ja, ook leuk, mijn man. Eerste. Dat is echt superleuk. Mooi. Echt, we hebben echt, echt een vette dag gehad. En wil je nou heel veel vette content zien? Volg dan sowieso even Dutch Performante, zijn YouTube kanaal. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Is echt heel dik. Hij doet hele vette dingen. En dus je moet hem sowieso gewoon even checken, even volgen als je dat nog niet doet. Dankjewel. Wij gaan elkaar zien. En de volgende keer kom jij bij mij in de auto. Dat is goed. En dan gaan we even lekker jagen. Dat is goed. Ja? Volgende keer gaan we racen in de Lambo. Dat vind ik echt heel vet. Dus in de Performante. Ja. Nee, super. Jij kan dan niet mee. Ja, dan moet je alleen in de punt. Is goed. Nee. Hey, top maat. Super bedankt, mannen. Ik ga rijden. Top. Hey. Laat me niet halen. Rij voorzichtig, slaap lekker. Top, tot snel. Rustig aan, hè. Doei. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan in ieder geval vast even een likeje. En volg Dutch Performante voor meer vette content. Hey man. Foto? Ja, tuurlijk. Doei.